Yo, de kijkers van DDG, welkom bij de Crossbar Challenge. Ja, vandaag zijn we niet alleen, we hebben een speciale gast meegenomen, kunnen we wel zeggen. Hij heeft 2 interlands inmiddels achter zijn naam. Meer dan 70 wedstrijden voor PSV, of 69 op dit moment. 71 voor RKC. Hij weet het zelf waarschijnlijk het beste. Jeroen, kom erbij. Ja, vandaag de echte uitdaging. Top dat je erbij bent. En Crossbar Challenge. Hier zie je eerst 2 keer op de lat schiet. Ja, Adrielise niet gepompt, dus dat aan het op. Ja, durf je dat aan? Ja, hij durft het aan, oké. Let's go. Zijn de ballen nu al kwijt? Ja, laatste kom. Ja? Moedig hoor. Ja, ik durf wel aan toch? Ik ga die kronstap in. Dan moet je zorgen dat je er 2 raakt, joh. Ja, jullie horen, Jeroen was er heilig van overtuigd dat hij een krom zou overstaan voor ons. En dat hij zo 2 ballen op de lat zou schieten. Ja, dat is lekker game die dit. Hoorde niks. Hoi, hoi. Natuurlijk. Ja. Hoppa! Ja, moeten jullie nu krom staan of? Nee, ik ga nu nog steeds om. Oh, jij mag sowieso het kop. Het is er zo voor, hij bewijst het dan toch wel. Doe wij een eentje? Wij zijn natuurlijk geen prof. Ik ben nog bang voor een training. Ja, dat is het. Dat was wel heel snel, hè? Dat was eigenlijk, we hadden wel verwacht dat je wat langer over zou doen. Ik had verhouden dat je was spannend, maar het ging wel heel makkelijk. Ja, Moet ik dat klopt? Nee, je moet er nog in. Wat moet er nog in? Wat moet er nog in? Oh! Die pook gaat omhoog. Ja! Hoppa! Rond onder je! Ben ik toch de tweede achter een klop? Dan mag toch? Dat mag? Ja, wie was je eerst? Jij bent begonnen. Oh ja, je mag nog een keer. Oh, beter. Nou staat hij wel onder druk. Ja, om en om. En wie raakt die mist? Okay. Dus nog een keer raken. Zijn we een goal en goal? Of soort van goal en goal, ja. Dan niet in de goal, maar op de lat. Dat doen voor ieder begin. Dat is twee. Toch wel, hè? Halen en kromstaan. Spaar me, van de 11 meter of 16 meter? Van de 5? Nee. Hij heeft wel zo'n dikke joggingbroek aan gedaan. Ja, we doen denk ik van de 11, toch? Ja. Steven Fiscaal, hier mag ik in. Dus eerste goal. Zelfs daar weer. Prima gedaan buiten beeld. Dan maak je billetjes nat. Die zijn dan nat. Dat was al. Oog, man. Hoeveel keer eigenlijk? 1 keer gewoon, hè? Ja, doe maar 3 keer. 3 keer? Ja, joh. Hij stelt het zelf voor. Te houden, niet om ze te nemen. Naast is bijstaan. Naast is bijstaan. Oh! Is dit bijstaan? Ja. Hij wel, hè? Ik heb wel nat. Nou, dat was hem. Je hebt je wel bewezen in ieder geval. Ja, je raakt wel heel 3 ballen had je nodig, maar twee keer lat. Roel en ik hadden meer moeite mee. Uiteindelijk toch nog overwonnen. Ik heb geen pijnlijke reet, dus nee, ik vind het allemaal prima. Eigenlijk komen we er allemaal het beste uit. Ja, je kan Jeroen volgen op een aantal social media pagina's. Die staan hieronder. Ons ook. We staan ook hieronder. Jullie ook bedankt. Ja, top. Tot de volgende keer. Wil je nou nog meer andere profs zien in actie? Kijk of die net zo goed kunnen als Jeroen. Laat het zeker even beneden, je weet wie. Mag ook van andere clubs. Ik ga oefenen ondertussen. Ja, dat kunnen we.